of naar de wereld vanavond of morgen dichtgaat of over een week, om dan nu nog uitbundig feest te vieren. Ik denk dat het niet past. Op het Marktplein in Wijchen zou het 2 dagen feest zijn om het carnavalseizoen in te luiden. Maar de Stichting Openbare Carnaval het Urnerijk heeft moeten besluiten dit af te gelasten. Volgens de laatste berichten zou het vanavond door kunnen gaan. Het wordt er nog niet uitgehaald of morgen pas op z'n vroegst. Maar op een gegeven moment gaan er ook andere overwegingen meespelen. En dat zijn morele zaken. Het is voor ons moeilijk uit te leggen om of naar de wereld vanavond of morgen dicht gaat of over een week, om dan nu nog uitbundig feest te vieren. Ik denk dat het niet past. Dus vanochtend waren we hier met een heel clubje en we hebben vanochtend heel vroeg moeten schakelen, omdat eigenlijk vannacht de berichten doorkwamen dat het vanaf morgenavond dicht zou gaan, waartoe we dit besluit hebben moeten nemen. Vanavond stond eigenlijk een feestavond gepland, gewoon voor iedereen die dat leuk vindt. Gewoon een heel divers programma met allerlei verschillende artiesten en dj's, echt een mooi programma. En morgen zou onze traditionele prinsenproclamatie zijn. Dus er staat een hele nieuwe prinsengroep klaar. Die zijn een half jaar bezig om zich als nieuwe prins van het Urnerijk te laten kronen en te onthullen. Dat zou morgenavond gaan gebeuren. Dat is één spektakel voor alle carnavalsvierders in heel Wijchen. Hoe het nu verder moet met carnaval in het Urnerijk is nog onduidelijk. Het is wat het is, we gaan het meemaken. We volgen netjes de regels die er op dat moment geldend zijn. En meer kunnen wij ook niet doen. Wij zijn in de hele pandemie natuurlijk maar een zandkorreltje. Dus wij gaan er gewoon in mee. We gaan sowieso niet de prinsengroep online onthullen. We gaan volgende week met de prinsengroep in overleg kijken wat er kan, wat er niet kan en welke scenario's we gaan uitwerken. We weten het nu gewoon nog niet.